De 360 graden achteruitrijcamera van de Opel Insignia Sportstourer. Om te beginnen, ik moet zeggen, ik heb wel eens scherper beeld gezien. De graphics zijn echt niet je van het. Ik merkte dit ook al op bij de Crosstrend X vorige week. Dat is ook niet helemaal super scherp. Maar ik moet zeggen, we zien het. En dat is natuurlijk het voornaamste. Leuk is, als ik nu achteruit rij, dan zien we links het 360 graden beeld rondom de auto. Ik zweef dus boven de auto, een soort van heli view. Rechts zien we wat de achteruitrijcamera laat zien. Maar als ik nu in de automaat, in dit geval in drive zet, laat hij zien wat er voor de auto gebeurt. En dat vind ik dan wel weer heel handig. Dat heb ik niet eerder gezien. Dus je ziet dat ik nu de bumper tot op de millimeter nauwkeurig naar die paal kan rijden. Kijk, de parkeersensoren heb ik nu expres uitgezet, want ik doe het nu echt puur visueel. Ik rijd achteruit mijn parkeervak in. Eigenlijk gewoon puur op het scherm. Zelfs die paal hier rechts, zo'n spiegelsloper, die ja, kan ik mooi inschatten met de camera. Ik moet er dan toch een beetje van afsturen, want anders gaat het niet goed. Maar ik moet zeggen, het ziet er wel prima uit. Niet al te scherp, maar goed, we zien wat we doen.